Tikkies uit Milo's Albu Chickies. Welkom. En dat zijn er behoorlijk veel hoor. Stuk of acht heb ik gehoord bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Het is weer maandag, nieuwe dag van de week. Rewards zijn er. Squad Battle Rewards. Ik heb niet zo heel veel gespeeld. Ik heb gisteren echt nog 5 wedstrijden gedaan, waardoor we eventjes goud 2 konden eindigen. En ik denk niet dat dat een slechte keuze is geweest. Je speelt 5 wedstrijden, krijgt 2 pakketjes en 11.000 munten. Volgende keer wil ik eigenlijk weer meer spelen deze week. Maar ik was afgelopen week druk met volgens mij Division Rival Rewards. En sowieso was ik wat drukker. Dus kon ik niet allemaal dagen spelen waar ik normaal Squad Battle speel. Want normaal speel ik dan op donderdag en op woensdag voor ja, de Weekend League. Uiteraard weer begint op vrijdag. Dit is een borderspeler, hè? Het is een inform borderspeler. Het is Kelly. Duffy heet hij. Duffy. Wat prima is, want die komt sowieso uit die Squad Battle Rewards. Dus dat betekent dat je met die 11.000 munten en dit pakketje alweer op 20k zit. En voor de rest niks, maar dat maakt ook niet uit. 20k voor die 4 wedstrijden spelen. Helemaal mooi, helemaal prima. Dat is waarvoor we het doen. Maar goed, normaal speel ik Squad Battles op woensdag en op donderdag. En dit is helaas niks. En dat kon niet, omdat ik druk was. En spijtig, maar het is eventjes niet anders. Ik heb uiteraard ook Weekend League gedaan weer. Daar gaan jullie zo gameplay van zien. Dat zien jullie wederom weer gewoon achteraf met gameplay en een samenvatting hiervan. En het ging ook niet heel goed. Dit is ook weer een borderspeler. Of dit is een pre-order pack. Oké. Een normale borderspeler, Italiaans, dat is dan al vaak niet zo goed. Dat is Sirigu, een 84-weighted speler. Ook helaas weer geen geluk uit de pre-order packs. Het ging niet zo goed in de Weekend League. Het ging echt heel erg slecht vergeleken met vorige weekenden. Beetje teleurgesteld in mezelf ook wel. Beetje heel erg teleurgesteld in mezelf. Maar aan de andere kant wist ik het al vanaf dag 1. Ik wist vanaf de eerste wedstrijd al, dat had ik ook verteld in de video, dat het niet ging worden. Want ik ging spelen. Ik speelde de eerste wedstrijd en ik won hem comfortabel. Maar ik kon niet hetzelfde doen als wat ik voorgaande weekenden deed. Namelijk spelen hoe ik wil spelen. En het ligt ook een heel groot deel aan mezelf. Idee alsof ik minder gefocust was dit weekend. En het is ook wel een beetje een paradox. Het is een beetje een vicieuze cirkel naar beneden. Want je speelt slecht. En je merkt dat het ook niet mee zit met wat er allemaal gebeurt. Waardoor je je gaat storen en ergeren. En dan ga je nog slechter spelen. En nou, de game blijft nog steeds kut dan op dat moment. Het is niet alsof het in één keer miraculeus beter gaat. En dan gaat het weer slechter. En het lastige is dat je op een gegeven moment heel erg begint te twijfelen aan jezelf. Want dus op vrijdag ging ik 3-2. Is niet zo heel erg goed. En toen ging ik zaterdag weer spelen. En toen ging ik van 3-2 naar uiteindelijk 15-2. Dus hadden we in één keer 12 keer achter elkaar gewonnen. Speelden we wel weer goed. Niet zoals voorgaande weken, maar wel weer goed. En dus van 3-2 naar 15-2. 12 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Uiteindelijk ging ik 18-4 op zondag. En toen had ik 8 wedstrijden gespeeld. En die 8 wedstrijden ging ik 2-4. Dus we zijn 20-8 geëindigd. Ja. Voor iemand die de voorgaande weken zo gemakkelijk elite haalde en zelfs bijna elite 2 is 20-8 heel erg vervelend en heel erg stroef. Wat wij ook gaan doen is wij gaan het team verkopen. Aanstaande donderdag als de rewards er zijn. De Weekly Rewards en de Division Rival Rewards. En er nieuwe teams gemaakt worden. Want ik heb een ander team teruggekocht. En ik weet dat dat niet zo goed is. Maar ja, het is ook niet zo duur. Het heeft me in totaal 100k gekost. Gekost. En het zijn spelers van verschillende leagues, maar voornamelijk de Bundesliga en een aantal untradable rewards. We hebben Ter Stegen untradable gepakt, maar die gaat niet in het team komen. Son en Frenkie zijn tradable, die gaan we verkopen. Sané is untradable. Radecki gaat erin komen. Goretzka zie je staan, die gaat erin komen. Verane gaat ook verkocht worden. Dele Alli gaat erin komen. Lucas Hernandez gaat erin komen. Gnabry gaat erin komen. Dan moet ik weer omhoog, want dan, hey, Goretzka staat daar weer. Het is allemaal lastig hoe dat allemaal in elkaar steekt met je team bouwen. Akanji zit erin. En dan wordt er weer Goretzka gewisseld. Ik blijf het zo onoverzichtelijk vinden. Want het is prima hoe het nu werkt. Ik ben er wel gewend aan geraakt. Maar het verspringt de hele tijd. Ja, volgens mij zijn we er dan al redelijk. We hebben nog een paar Premier League spelers nodig die we een trade wil hebben. Rashford staat erin. Dan hebben we nog Ndombele die erin staat, die we uiteraard ook in tradable hebben. En de rest gaat allemaal verkocht worden. Roussillon, die moet ook nog in het team komen. Waar staat die? Heb ik die al geselecteerd? Ik ben helemaal vergeten te kopen gisteren. Kloten.
had ik wel moeten doen. Want ze waren allemaal redelijk goedkoop. En dat is ook waarom ik besloot dit team gisteren al te bouwen. Sommige spelers die waren zo ontzettend goedkoop. Lucas Hernandez, die was 39,5k voor de Halloween promo. Voordat er zoveel pakketjes werden geopend. En hij dus heel veel op de markt kwam. En mensen elkaar gingen undercutten, was hij iets van 55k. Hij is dus 15k gedaald in een weekend. Nu kan het met die inderdaad rewards zo zijn dat hij nog steeds wel redelijk laag is. En het is ook zo, maar ik kan me haast niet voorstellen dat hij niet weer omhoog gaat als mensen packs openen van hun rewards en denken, oh, ik ga mijn team verbeteren, ik ga Lucas Hernandez kopen. Of ik ga Gnabry kopen, die nog maar 14k was. Of ik ga Goretzka kopen, die nog maar 10k was. Nou goed, daar staat hij. Dan kunnen we de rest van het team ook voltooien. Lucas Hernandez, Akanji, Boateng had ik met een schaduwkaartje gekocht voor heel weinig. En die had ik dus een soort van gesniped. Dele Alli komt hier te staan. Die gaat weer op 10 op de plek van Roberto Firmino. Rashford en Gnabry dan. En Goretzka. En op rechtsachter hadden we een lager-rated speler die wel wat geld kostte. En Babu, waar staat hij? Is hij lager dan 78? Ja, dat is hij 77, maar kost wel 4000 muntjes. Ja, omdat ook misschien wel een goede rechtsachter is. Maar dit is het team wat we gaan gebruiken nu. En zoals je kan zien, heeft het niet heel veel geld gekost. Lucas Hernandez was duur, 40k, 10k, 12k, 13k. Het kost bij elkaar onder de 100.000 munten. En wij gaan ons team, ons andere team, dus verkopen. En ik denk dat het uiteraard wel een downgrade is. Het is zeer zeker een downgrade, maar ook weer niet extreem. En daar ben ik wel blij mee, want ik was dus heel erg bang dat als wij ons team zouden verkopen, omdat het nou gewoon aan het dalen is en de komende weken nog wel meer gaat dalen. Want laten we heel eerlijk zijn, Dembele is nu 70k. Misschien is hij al weer verder gedaald. En Sissoko, die was op een gegeven moment 50k en is nu weer 40k waarvoor ik hem gekocht heb. Het is ook gewoon een 81-rated speler en die gaat heel veel gepakt worden. Dus het is ook niet gek dat die omlaag gaat. Militao, die hebben wij gepakt, maar die hadden we op een gegeven moment ook kunnen verkopen voor 22k. En die is ook heel erg gedaald. En zo is alles een beetje langzamerhand aan dalen. En denk ik, weet je wat, ik vind het prima om eventjes met dat mindere team te spelen. En dat maar gewoon eventjes een periode te doen en te kijken hoe dat gaat. En dan, gewoon lekker afwachten. Want mede ook door die weekend league en doordat het niet zo goed gaat, ben ik gewoon heel erg van mening van, oké, ja, ik kan elite halen. Ik denk dat ik dat met dit team ook kan halen. Maar op het moment dat de gameplay kut is, maakt het me echt niet uit of ik met een Rashford of met een Son speel. Want dan is het toch heel erg zweten en je best doen terwijl je wordt gehinderd. Dus dan maakt het niveau van een speler voor mijn gevoel minder uit. Terstegen hebben we natuurlijk gepakt. Tenminste, wij hebben een untradable gepakt, waardoor wij zijn tradable versie die ik had kan verkopen. Daar pakken we wat munten op. Ik had heel veel anders dan Talisca's gehaald. Hij is al iets omhoog. Hij was op een gegeven moment onder de 1000. Ik heb ze allemaal voor 2000 gekocht, dus dat was niet een hele goede investering. Toen de Ultimate Screen promo uitkwam, waren er wat geruchten over een Hulk die gereleased zou worden met een SPC. En ik denk, ja, een Hulk, Braziliaanse, Chinese league. Kan zijn dat je dan heel veel van deze kaart nodig hebt. Was niet het geval. Hij is nu iets minder waard. En een investering die niet goed is gelukt. Waar ik ook in heb geïnvesteerd is Ele Militao. Ik heb deze voor 12.000 gemiddeld gekocht allemaal. Sommige iets duurder, sommige iets minder. Maar gemiddeld rond de 12.000. Het zijn er 15. En dat komt dus omdat ik dacht dat hij wel weer omhoog zou gaan op het moment dat de weekly rewards er zijn. En hij wel uiteraard heel veel gepakt gaat worden. Maar mensen misschien ook weer denken van, oké, hem wil ik in mijn team, ik wil hem gebruiken. Zoals je ziet, hij is nu 13k. Dat betekent dat we in ieder geval geen verlies maken op die kaartjes. Want voor 13,25 gaat hij ook verkopen. Hij was gewoon heel erg laag. En dat gingen we doen. Wat ik ook heel erg heb gedaan, dus ik heb heel veel AK's verkocht en gekocht en verkocht in die volgorde. Er kwam gisteren een SPC uit die ik ook al heb gedaan. Dat is de Flying Dutchman. En om 7 uur komen er heel vaak SBC's uit. Toen ging je kijken wat voor vereisten er nodig waren. Je had een minder goede SBC, daar kon je brons voor gebruiken, en een goede SBC. En daarvoor had je een Arsenal-speler, een United-speler en twee Nederlanders nodig. Nou, dan heb je dus twee Premier League-spelers nodig en twee Nederlanders. Dus ik dacht, oké, Nederlandse Premier League-spelers is heel gemakkelijk, want dan hou je die teamgeest makkelijker. En toen zag ik dat AK 1100 munten kostte. En dacht ik, weet je wat, daar ga ik er heel veel van kopen. Ik had er uiteindelijk iets van 80 gekocht. Meer kon wel, maar dan was het weer een probleempje. En ik wilde ze voor 1100 munten kopen. Toen heb ik alles gekocht en op een gegeven moment waren die op. Want de prijs verspringt steeds. Dan zijn de AK
kaartjes die voor 1100 gelist zijn op. En dan gaat het naar 1200 en zijn die opgaan naar 1300 en ik wil niet meer betalen. En uiteindelijk steeg die naar 2000 munten. Dus die heb ik gemiddeld bijna allemaal verkocht voor 2000 munten, wat heel erg lekker was. Daar hebben we toch wel, ja, 50, 60k mee verdiend. Wat weer compenseert voor squad battles die ik niet had gedaan. En zo wil ik eigenlijk een beetje door blijven gaan. Want we hebben nu dus dat dure team. Dat nog, ik denk, 1,3 miljoen waard is. Dit team. Voor 1,3 miljoen zou dat echt wel moeten kunnen verkopen. Dan hebben we het andere team dat 100k waard is. Dan zitten we op 1,7 miljoen. Dan heb ik nog 12 informs in mijn club. 1,8 miljoen. Die Ele Militaus zijn er 15 voor dat. Dus ik denk echt wel dat wij rond de 2 miljoen zitten inmiddels. Iets meer al. Wat erg lekker is zo bij de Road to Glory. Dat we dat nu al hebben. En dat het hopelijk nog meer gaat worden. Ik ga nu weer investeren in spelers. Want er zijn heel veel pakketjes die nu geopend worden natuurlijk. De pre-order packs, de squad battle packs, noem het allemaal op. En heel veel kaartjes, non-rare kaartjes die worden gelist. Die ik in mijn club ga houden. En dan hopelijk binnenkort weer ga verkopen. Maar er zijn heel veel mensen die dat doen. Wat niet zo gek is natuurlijk. Want ja, hey, hallo, ik had het in video's genoemd. En heel veel andere mensen gebruiken het nu als succesvolle trading method. Dus ik hoop dat ik nog wat kleine dealtjes kan oppakken. Dat zou ik niet vervelend vinden. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne FIFA week toe. Ik hoop dat jullie meer packluck hebben dan wij. Al is dat van ons natuurlijk nooit heel slecht. En je moet gewoon geduld hebben. Dat wordt maar weer eens bewezen. Gewoon geduld hebben, dan komt het allemaal goed. Blauwduimpjes top zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!